Welkom iedereen bij deze nieuwe review. We zijn vandaag in Great Yarmouth in Pleasure Beach. Ja, dit park heeft een hele leuke attractie van onder 4 achtbanen, een loopattractie, een dark ride en nog veel meer flat rides. We gaan het allemaal zien. Ja, dit park is geopend in 1909 met ook een flinke oude achtbaan die met de hand wordt geremd, de Scenic Railway. We gaan het allemaal zien vandaag in deze review. Let's go! We kunnen daar de merch kopen en Hessel, we zijn gewoon lekker binnen, jongen. Lekker, hè? Ja, en we willen natuurlijk even het park bedanken. Ja, want we hebben dankzij hun gratis een wristband gekregen. Dan kunnen we alle attracties onbeperkt doen. Leuk, ja. Heb je zin in? Ik heb er ook heel veel zin in. Nou, eigenlijk al meteen een leuk feitje. De flatride die je hier ziet, daar staat er maar één van op de wereld en die is speciaal voor dit park gebouwd. Ik geloof dat het een soort van Wild Wings-achtige attractie is waarin je dus zelf bepaalt hoe vaak je over de kop gaat. Dus die wil ik later nog wel even een keer proberen. Ja, we komen gelijk aan bij een soort kleine Main Street met ook een loopattractie, de Fun Factory. En daarnaast staat het Spookhuis. Het Spookhuis. Wat een goed begin. Het zal ook eens niet, hè? Het begint al lekker donker, ja? Zo. Weet je wel. Wow. Het ziet er heel groot uit. Wauw. Jeetje. Heeft een flink tempo. Doet me een beetje denken aan een soort cakewalk. Ja. Bepaalde dingen kon je skippen, maar andere dingen ook weer niet. Het ging echt heel snel en ik denk in Nederland was het niet goedgekeurd. Nee, dat denk ik ook echt niet. Echt heel heftig. Maar je hebt me wel geholpen, Hessel. Ja, daarom. Gelukkig. We gaan naar je naast, maar daar is het Spookhuis. Ik ben benieuwd of dit allemaal goed gaat. Oh jee. Het is vrij donker allemaal. Het ziet er wel schitterend uit, zeg. Dat we jullie goed kunnen zien. Het is heel duister allemaal. Ritje. Hier zien we de Family Star, een kleinere versie van de standaard wilde muisachtbaan die je vaak op de kermis ziet. Volgens mij niet operationeel. Ja. Hij ziet er dicht uit. Hij ziet er heel dicht uit, hè? Hopen dat hij zo meteen open gaat dan. Ja, anders hebben we nog een topattractie helemaal achter. Dat is waar. Maar zoals je kan zien, de layout heel apart. Hij gaat dus eerst een stukje naar boven, maakt die bocht, gaat hij verder. Echt een hele unieke layout, joh. Jammer, ik had het graag willen doen. Ja, dat zag er lukken, maar volgens mij krijgen we nog zo'n baan. Nog zo'n spinning. Tof. Ja, we gaan voor de achtbaan die ernaast staat. Het is wel een kinderbaantje, een Wacky Worm. En we gaan ook door een appel heen.
compact park, dan merk je al, heel erg langwerpig eigenlijk. Hè? Het loopt echt helemaal door naar achteren. Ja, wel bijzonder weer. Ja. Heel leuk, heel leuk. Ook weer aan het water natuurlijk. Ja, jammer dat die achtbaan niet open is. Echt heel jammer. Misschien straks. Ja, we gaan duimen. Eerst even een val naar beneden. Oh, oh. En dit is de Skydrop. Een lange, lange bank. En die valt er naar beneden. Leuk, een beetje een hopper. En de medewerker doet speciaal de lichten voor ons aan voor de opnames. Wat super cool. Nou, ik zit wel relaxed zo. Ik ben benieuwd, want we gaan dus lekker omhoog. Mooi uitzicht. Oh. Hij bounced een beetje. Ja, echt zo hopper, hè? Ja, leuk. Ja, dan XL. Ja. Leuk, zeg. Nu komen we bij het echte werk aan. Snails and Fairy Tales. Dit is toch leuk. Ik ben echt benieuwd wat daar binnen is. Hessel, je vervoer staat klaar. Mijn koninklijke vervoer. Gaat uw gang. En dat is mijn karretje. Cute. Oh, heel leuke muziek ook. Gelijk de achtbaan. En jeetje, Hansel en Gretel op zijn Duits. Gaan we zelfs omhoog hier ook? Wat gaaf, zeg, die view hier van die achtbaan. Wauw. Heel tof, heel tof. Natuurlijk hebben we het over een beter band. Heel vet, heel vet. Zo, en als de achtbaan hier voorbij komt. Wauw, een mooi shot opleveren. Natuurlijk ook Sneeuwwitje. Fantastisch. Echt heel leuk. Ik heb zo hard gelachen tijdens de rit.
Het was gewoon... Het is zo'n enorme Disney knock-off, but I love it. Ja, het was heel erg namaak van Disney. Ik bedoel, letterlijk scènes uit Pinocchio en alles. Maar ja, het was wel heel leuk. Ik heb wel echt enorm gelachen. En ik vond hem heel vermakelijk. Dus ik wil zeker nog wel een ritje. Ja, we gaan nog sowieso een tweede keer. Heel graag. Ja. Maar, nostalgie. Ja, heel bijzondere achtbaan. Een achtbaan uit 1932. Die nog met de hand geremd wordt. Dus ja, dat is wel echt weer een bijzonder pareltje hier. Zeker, we gaan het doen. Nou, daar gaat hij dan. En ook natuurlijk personeel. Wordt zelfs aangeduwd hier, kijk nou. Ja, deze achtbaan is in werking sinds 1932 en behoort tot een side friction achtbaan. De baanlengte is 982,4 meter en een hoogte van 21,3 meter. De maximale snelheid voor deze is 72,4 km per uur en een ritje duurt 3 minuten en 30 seconden. Totaal kunnen er 3 treinen rijden, maar dit keer of eigenlijk vandaag reed er maar eentje. En de bouwer is Erich Heydrich en die heeft ook maar 2 achtbanen totaal in zijn leven gemaakt en ontworpen. Ja, ik ben heel benieuwd. Het ziet er heel tof uit daarachter. Maar ik denk ook dat hij heel hard gaat. Hè? 72 is toch wel netjes. Ja, meer dan 100 jaar oud ook. Nou, bijna 100. Oh, bijna 100? Ja, 1932 geopend. Dus het is nu 2023. Ja, dat is 91 jaar. 91 jaar. Wauw. Heel bijzonder. En vooral dat die man ook meegaat elke rit om te remmen natuurlijk. Lijkt me wel heel leuk. Ja, 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 zeker, zeker. Oké, okay, daar gaan we dan. Gaan we meteen naar beneden. Ja, en dat bouwt er volgens mij gewoon op ook. Oh, dit is heel apart. We hangen er weer. Ja, ja. Ja, en zoals zij al, ik zei, ik wil ook wel zo'n achtbaan besturen en remmen. Maar dan moet je cursussen voor volgen, zei hij. Ja, het is best wel veel werk volgens mij. Volgens mij ook wel. Lekker mooi bochtje of zo, hè? Oh, wauw. Ja, lekker hè. Ja, heel leuk. Kom op, flinke erop. Ja, dat komt er wel aan, kom eraan, hè. Zo. Oh, oh, oh. Zo, ik hou me even vast, hoor. Wauw. Dat was er waarschijnlijk de 72. Wauw, vet, hè. Goed, hoor. Oké. Okay. Ik vind het leuk dat hij heel speels ook bochtjes maakt. Op naar de volgende daling. Heel fijn, heel fijn. Ja, dan wordt het een leuk. En we gaan ook een indoor gedeelte ofzo. Okay. Het duurt ook even voordat je eindelijk die erop doet. Oh, een foto. Om even glimlachen natuurlijk. Wauw. Ook in die stoplicht ook, hè? Wow, deze drop. Daar komt ie. Zo, je wint. Wat een tof ding. Heel gaaf, hè? Wat mooi dit, dat we dit mogen meemaken. Ja, wat een bijzonder, hè? Ja. Wat een lange rit. Lange rit, heel lang, heel lang. Ja, als het goed is duurt een ritje 3 minuten en 30 seconden. Ik ga het niet timen, maar we geloven het internet. Oké, okay. Hebben we nog de laatste, ja, de laatste afdalingen. En terwijl die dadelijk rijdt gaan we uitstappen. Komt hier. Ja, echt super, wat een baan, hè? Ja, dit was wel weer bijzonder. Echt hoor. Heel leuk, echt heel leuk. Nou, en 3 minuten 40 seconden. Nou, oké, nou, het klopt wel ongeveer, hè? Precies. Heb je zin in? Nou, ik denk dat je dadelijk echt wel meegetrokken wordt. Dat lijkt me echt heel gaaf. Dat zou wel leuk zijn. Ik had natuurlijk ook die achtbaan en die was veel beter achterin. Ja, daarom. Scenic Railway in Dreamland. Dreamland, ja. Wow! Zo! Ja, die voelen jullie al een beetje. Ja, jongens. Komt ie. Handen los. Oh. Holy moly.
Zo, jongen! Je mannen zijn je weg staan. Nou, komt ie! Jij vloog mee, hij ging mee. Jongen, dit is bizar. Wat goed. Ik kwam letterlijk staan. Ik ga staan bij het gewicht. Hij is achterin een stuk heftiger. Echt veel leuker, maar nog een keer achterin. Dat was echt... Eerlijk? Top. Ja. Ik zou nog een keer gaan inderdaad. Oh, dat is de kleur. Wauw, heel uniek hoe die print. Met kleuren en dan komt er rood bij en geel. Ja, dat voelde echt... waanzinnig. Ja, dat was heel goed. Ik vond het echt heel tof. Ja. Best wel ook een hoge en snelle achtbaan voor zo'n oude baan. Ja, ja, zeker. Mooie lengte ook. Leuk ook dat je tussendoor die stoplichten zag van het is groen, we mogen door. Waarschijnlijk werken die vooral als ze met meerdere treinen op de baan rijden. Dat denk ik ook, want er stond ook een trein in het inrangeerstation aan de zijkant naast de lifthill, zag ik. Twee zelfs. Oh, twee. Oh, ik zag er één. Oh. Ja, goed. De meerdere. Nou, geweldig. Echt een nostalgische rit. We gaan hem dadelijk sowieso nog een keer doen, maar we gaan eerst naar de laatste achtbaan van dit park, de Whirlwind. Ja, ook wel een simpel baantje, maar wel leuk om even mee te pakken. Ja, zeker, zeker. Eigenlijk dezelfde baan als Juliana Toren, in een achtje. Zit je goed, Essel? Ik zit prima hoor. Ik zit ook lekker. Nou, dan gaan we beginnen. Oh. Dat is wel een kracht nog, hè? Ja, een klein beetje. Ja. Daar wordt waarschijnlijk een nieuwe attractie neergezet. Nou ja. Ziet er wel naar uit. Beton is al gestort. Volgens mij komt er wel een grotere attractie hoor, want er ligt niet voor niets beton daar. Je weet. Wel een permanente attractie. Ja, ja, ja. Oh, deze kennen we. Ja, Rupsmolen. Wat leuk. Polar Express. Kijk eens wie eraan komt, het is Leo. Wat leuk, de mascotte van het park. Hallo, thank you. Hey. Staartje ook, hè? Hier nog een paardenbaan. Nou, vrij simpele layout. Nou, we willen die monorail daar nog wel proberen daarboven. Zit je een beetje comfortabel, Essel? Nee. Nee? Ik zit echt heel slecht. Het zijn hele oude bakkies. Ja, het blijft waanzinnig om dit te zien, omdat eigenlijk de ondersteuning, wat normaal natuurlijk een houten ondersteuning is, helemaal verborgen is met een metalen platen, lijkt het net. Maar het is echt heel gaaf. Het geeft echt een heel ander gevoel om naar een achtbaan te kijken. En we krijgen een indoor stukje, wauw, met tampesta. Oké. Okay. Je wordt gewassen. Ja, oh, de wasstraat. Ja. Wat droog dit. Schoon? Redelijk. Een soort van. Er zit er dan een loopspookhuis daar binnen. Wauw. Voor de medewerkers, volgens mij, parkeerplaats. Ik denk het wel, ja. Ze zijn hem aan het testen. Ik moet ook eerlijk
zeggen, de wind is wat minder geworden. De medewerkers gaan hem even testen. Ze zeggen 10 minuten en dan is hij open. Heel traag zeg. Lege handen thuis komen, Hessel. Dat kom je sowieso niet. Dus we gaan even lekker vissen. We gaan hengelen. Ah, dit wordt hem, hè? Dit wordt hem, sowieso. Ik hoop het. Het is een heavy one. Any pro is along the bottom, man. Die met de zonnebril is ook wel leuk. Nee, ik vind die leuk. De cute one, banana. Thank you. Lovely, thank you. No. Kijk eens. Het is leuk. Je hebt meer prijs dan in Adventure Island. Dat klopt. Kijk daarvoor de vakantievlog maar. We gaan nog even het smokehuis en dan over 8 minuutjes, 7 minuutjes is die open. Woo. Helemaal top. Ik heb er zin in. Ik ook. Met de wind, met de wind. Ja, het waait nog steeds. Ja, maar ja, ik weet het ook niet. Oké. Gaat het goed? Gaan we al een klein beetje spinnen. Ja. Redelijk normaal tempo. Nou. Zo. Oh, hij gaat steeds harder. Ja. Maar hij remt volgens mij ook wel bij, hoor. Ja, dat zal. Joehoe. Kijk hier. Oh ja, ja, ja. Oh, ja. Gaat soepel. Gaat soepel. Oh, is goed, joh. Oh, leuk zeg. Hoppa. Hop! Dan gaan we bijna stil. Oh, dan gaan we die bocht doen, ja. Kijk, er komt een grote drop. De grote drop, ja. Achteruit. Zo. Kijk, hè. Echt een leuk ding, dit. Zo. Wow. Leuk baantje. Ja, ik had er eigenlijk niet meer van verwacht, maar... Nee, precies. Prima. Ja. Nou, we zitten dan in de Lightning 360. En we hebben dus hier eigenlijk een soort van knopje. En daarmee kunnen we dus onze rit bedienen. Ja, als ik hem dus naar links doe, dan gaat hij dus links over de kop. En als ik hem naar rechts ingedrukt hou, dan gaat hij dus rechts over de kop. En als ik de knop indruk, dan gaat hij dus omhoog en omlaag. Want die armen kunnen dus ook nog zo dus. Volgens mij kunnen we pas de rit echt starten als we helemaal bovenaan zijn. Ja, je hebt inderdaad, als je hem nu dus naar rechts doet en je laat hem los, dan blijft hij dus ook zo. Met andere woorden, als ik hem nu op de kop ga doen, dan blijft hij op de kop. Oh! Oh jeetje! Oh, dat voelt heel raar. Daar gaat hij. Oh jongens! Hij gaat niet zo hard over de kop als bijvoorbeeld Wild Wings. Dat je zelf kan bepalen hoe snel. Hij gaat wel gecontroleerd, maar... Ah. Ja, en dan hang je dus op de kop. Eerlijk, dit voelt heel erg naar. Ik zie momenteel zeg maar het hele park op de kop. Oké, dat was een hele rare attractie om het zo even te zeggen. Ik moet ook zeggen, normaal word ik in dit soort attracties wat echt over de kop gaat best wel misselijk, maar dat ben ik nu niet. Dus misschien dat het komt omdat hij inderdaad niet zo snel gaat zoals Wild Wings. Die heb ik bijvoorbeeld voor onze trip nog gedaan. Nou, toen ging ik echt 41 keer over de kop of zo. Ja, dat, daarna was het wel even misselijk. Maar deze, ja, best leuk. Dat was heel leuk. Dat was een hele aparte ervaring. Wel fris boven. Ja, het was wel koud. Maar het was wel heel tof dat je inderdaad zelf eigenlijk kan bepalen of je over de kop wil of niet. Of je zijwaarts wil. Ja, ik ging echt zijwaarts. Dat was heel leuk. Ja, en ik dacht van, weet je, ik ga een keer gek doen. Ik ga gewoon op de kop hangen. Dat is echt heel raar. En dus er bloed naar je hoofd gestegen en dan heb je een heel goed idee. En dat is?
Nog een keer. Ik dacht toilet. Ja. Ja, dat misschien wel heel mooi. Ja. Zo, dit was de review van Great Yarmouth Pleasure Beach. Ja, echt een mooi aanbod van attracties. Ik heb genoten van vooral de Scenic Railway. Wat was dat een heerlijke, nostalgische rit. Echt geweldig. En misschien wel de beste achtbaan van onze trip die we tot nu toe hebben gedaan. Absoluut. Ik moet inderdaad zeggen, de grote achtbaan, de houten achtbaan, was echt enorm top. Ik heb er enorm van genoten. De rest van de attracties ook enorm verrassend. En vooral die attractie hier achter mij. Die wil ik wel wat vaker zien en ook in Nederland. Vond je het nou een leuke video? Laat gewoon een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik natuurlijk even op abonneren. Dat helpt ons enorm. En tot de volgende review. Bedankt voor het kijken. Doeg!